Leuk dat je kijkt naar de online gemeentelijke inspiratiesessies van het Veteraneninstituut. We zijn aangekomen bij de sessie over muziek en veteranen. En dat is een bijzondere combinatie. Muziek vertelt verhalen van veteranen. Muziek brengt herinneringen naar boven bij veteranen en brengt hen terug naar hun missiegebied. En muziek wordt ook heel veel ingezet bij ceremonies en bij nationale gebeurtenissen. We gaan erover in gesprek met Koos Sol, woordvoerder van het campagneteam. Maar voordat we dat doen, kijken we eerst even naar een bijzonder stuk muziek. En dat heb ik nog niet verteld. Dat vind ik wel even iets leuks dan. Ik werd er straks gebeld door de veteranen top 50. Guess what? Je staat op 1. Ik sta op 1, ja. Laat me horen. Leef je uit. I'm proud to serve my country. To be the last line of defense. To fight for what's worth fighting for. Nothing more and nothing less. Proud to be a soldier, a strong believer in what is wrong or right. Standing shoulder to shoulder, side by side, we were willing to bleed and ready to fight. Every fly that flag with honor, the red, white and blue. Coach colors, they mean something. Those colors we stay true. We're all so different, but loyalty is just a way of life. But when the wolves standing at your gates, it's in my heart, it's in my veins. We'll never back down, wear uniforms with pride. We stand on that wall so you can sleep at night. Baby, fly that flag with honor. Dat komt wel binnen, hè? Dat zie je ook op de video gebeuren. Wat is het verhaal van deze man, Koos? Ja, hier spreek je over. Hier zien we en luisteren we naar een veteraan die een paar keer op uitzending geweest is in Afghanistan. Joe Tennessee is een artiestennaam. Hij heet eigenlijk anders. En die heeft eigenlijk zijn uitzending een plek gegeven in zijn eigen muziek. Die is zelf muziek gaan maken, gitaar gaan spelen. Deed hij al een beetje. En neemt dus die ervaringen uit zijn uitzendperiode mee in zijn tekst, in zijn muziek die hij kiest. En treedt dan op. Dat is een methode om met muziek om te gaan en je uitzending, je missie om te gaan. Ja, nou, mooi zoals hij dat doet. En het raakt denk ik niet alleen veteranen, maar ook andere mensen die er naar kijken. Muziek betekent veel voor veteranen en in het algemeen. Hoe sluit het Nationaal Comité Veteranendag daarop aan? Nou ja, eerst nog even, muziek heeft meerdere kanten. Je zei het zelf al een beetje in je intro, denk ik, dat als mensen op uitzending gaan of missie gaan, dan beluisteren ze daar ook muziek.
Die nemen ze mee van huis of ze krijgen hem van een collega. En dan zie je ook dat ze sommige muziek helemaal koppelen aan hun uitzending. Wat ze daar zien, wat ze daar meemaken. En uit die gevoelens en die keuzes voor muziek ontstaat ook zo'n veteranen top 50. Hè. Dus er staat een veteranen top 50. Waarbij je met veteranen aangeven wat voor hun belangrijk was in die periode. En dat is heel grappig om die te zien. Die kun je ook vinden op de site. En dan kun je zien wat mensen eigenlijk op nummer 1 zetten. 10 jaar geleden was dat nog steeds Vera Lynn met We'll Meet Again. Ja. En nu zijn het nummers zoals Joe Tennessee hier eigenlijk speelt. Hè, die een soort van beeld geven van een uitzending. Tweede is dat muziek ook verbindt. Hè. Ik zeg al eens een keer dat de enige taal die universeel is op de wereld is muziek. Ongeacht de taal die eronder zit of het geluid dat erachter zit. Ja. Muziek verbindt sterk, ook buiten het veteranendomein. Ook binnen het veteranendomein, maar het verbindt ook veteranen met de samenleving. Als Joe Tennessee ergens optreedt, of Dennis Kroon, een andere veteraan die zingt, of Robin Warneman, weer een andere veteraan die speelt, al die met een militair orkest, dan komen er mensen op af en die vinden die muziek mooi. Dus het verbindt de veteranen met de samenleving. En daar speelt het Nationaal Comité op in. Door muziek aan te bieden aan gemeenten, orkesten, concerten, verschillende soorten, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de publieke ruimte ook gevuld wordt met mensen uit de stad of uit de gemeente en de veteranen. Dus daar verbindt muziek via het concert. Waar vroeger nog wel eens de term veteranenconcerten werd gebruikt, wat een beetje de indruk wekte dat het voor veteranen was, dat is niet de juiste... Nou, dat wekte de indruk dat alleen veteranen welkom waren. Dat was bij sommige gemeenten ook zo, die hadden dat exclusief voor de veteraan, dat is niet onze gedachte, maar dat is nu veranderd naar de zogenaamde Anjer-concerten, je ziet hier nog achter je staan, waarbij ook Anjers uitgedeeld worden bij die concerten, en die concerten door al die orkesten van Fancy, grote en kleine orkesten, zijn er een stuk of 7 bij elkaar, in zo'n gemeente neergezet worden met de bedoeling veteranen een mooie avond te bieden, het veteranen evenement een extra boost te geven, maar vooral ook om het algemeen publiek erbij te trekken, zodat ze via die muziek, er zitten vaak verhalen van veteranen in die muziek en beelden. Ook in contact komen met die veteranen. Ja. Dat is ons belang. Ik heb het wel eens bijgewoond en het is fantastisch. Ik kan het elke gemeente aanbevelen. Wat nou als ze denken, dat wil ik ook, dat vind ik mooi. Nou, dus, dat zien we graag. En dan is vooral één ding van belang. Dat de gemeente heel tijdig zo'n aanvraag doet. Ook weer via de site info@veteranendag.nl, info@nlveteraneninstituut.nl. Kan allemaal, komt allemaal goed tussen pootjes terecht. Ja. Op tijd zeggen van ik wil over 3 maanden of over volgend jaar liefst nog. Ja, wil ik graag zo'n concert hebben op die en die dag, op die en die locatie. Ja. En wat er dan gebeurt, dan komt er iemand van de militaire muziek ook kijken. Even los van de datum. Of die locatie ook geschikt is. Kijk, je kunt je voorstellen als je een populatie hebt van 50 veteranen. Met misschien 20 partners erbij, dat we daar niet een orkest tegenover zetten van 70 man in de zaal. Dat gaat niet. Dus er zijn balansen te bedenken. Dus hoeveel mensen verwacht je? Welk orkest kan er tegenover gezet worden op het podium? En wat is dan passend? Nou, dat wordt allemaal uitgezocht in de militaire muziek. Is die accommodatie passend? Is het moment passend? En dan komt zo'n concert vanzelf tot gang. Dat kost een gemeente niks. Helemaal niets. Ja? Behalve dat ze wel verantwoordelijk zijn voor de accommodatie, de koek en sopie. En natuurlijk zorgen dat de zaal goed gevuld is. Dat is hun probleem, hun belang. Ja. Dit is vooral interessant, denk ik, voor volwassenen. Er zullen vast ook kinderen gaan kijken. Maar er is ook iets speciaals voor kinderen, volgens mij, hè? Ja, dat sluit een beetje aan met het educatieve programma. Ook van het Nederlands Veteraneninstituut, maar ook van het Nationaal Comité. Een jaar of 5, 6 geleden hebben we gemerkt dat ook scholieren tussen de 10 en de 14 best goed te boeien zijn met militaire muziek. En dat doen dan, ze hebben een orkest, een klein orkest, in uniform, in de aula van de school, of op een plek waar die school dat dan belangrijk vindt. Dan zetten we 300-400 kinderen tegenover. En dat concert is speciaal ontworpen en gemaakt om die kinderen in tijd van 3 kwartier, met live muziek en beelden, een beeld te geven van veteranen. Wat doen die? Het concert wat nu draait heet Mee op Missie. Dat is het beeld van een meisje van 14, wiens vader op uitzending is. Het is een hartstikke mooi compact concert van 3 kwartier, past precies in het lesprogramma. En ik heb er afgelopen maandag bij gezeten in Amsterdam, in het theater van de Openbare Bibliotheek. Er zitten gewoon 250 kinderen muisstil te kijken en te luisteren naar dat concert. En krijgen zo het beeld mee van wat zo'n gezin meemaakt als pa op uitzending gaat. Mooi, ik kan me voorstellen dat het indruk maakt op de kinderen inderdaad. Ja. Ja. We hebben zometeen nog veel meer voorbeelden voor het onderwijs. Tot zover over de muziek. Dankjewel, Koos. Is er nog een laatste iets wat je mee wil geven aan onze kijkers? Ja, gemeentes, als u een concert wil hebben, hartstikke graag. Maar ik zei het al eventjes, liever eerder aanvragen dan later aanvragen. En naar welke website gaan ze? info@veteranendag.nl, info@nlveteraneninstituut.nl. Twee locaties. Nou, dat moet goed komen. Dankjewel. Komt goed, dankjewel.